Welkom bij Dynamite Magic Shop, nummer 90. 90, we worden oud. We worden oud. Dagje eerder uitgekomen als gepland. Nou ja, het is niet als gepland. Normaal krijg je op vrijdag om 10 uur zetten we de update online. Nu is dat al op donderdagavond. Is maar eenmalig. Heeft puur te maken dat ik op vrijdag niet aanwezig ben. Ik zit ergens bij een tent. En Pinkpop in het zuiden van het land. Yay. Dus dan weet je waarom. Kaartspel. Laten zien. Allemaal verschillende kaarten. Geen valspelerij. Nog niet. Leon, jij mag ergens stop zeggen waar je zelf wil. Stop! Stop. Bekijk de kaarten eventjes als je wil. Ja? Laat ook de camera zien. Heb je al gedaan? Ja, zeker. Als ik het allemaal niet. Nee. Ja. Zo. Met één tik op de kaarten stijgt er één kaart naar boven. En dat is de schoppen 5. Volgens mij had ik een ruiter aas. Maar ik heb het niet over jouw kaart. Ik zei met één tik stijgt er één kaart naar boven. Dat was schoppen 5. Ik zei niet dat ik jouw kaart naar boven laat stijgen. Oh, dat is verkeerd. Maar je had er, wat zei je? Ruiter aas. Maar het is misschien wel leuk als we dan die kaart laten veranderen in jouw ruiter aas. Dat is wel leuk misschien. Ja. Okay. Wat je ook kunt doen is de kaart bovenop leggen. Dan wrijf je over de kaart. En dan verandert die kaart weer terug in een schoppen 5. En dan leg je jouw kaart niet helemaal onderop, maar wel bijna onderop, zie jouw ruiter aas. Ja, doe je netjes. Als je je vingers knipt, kun je zelfs alle kaarten laten veranderen in ruiter azen, zie. En wat nog leuker is, als je nou een willekeurige kaart pakt, bijvoorbeeld een 8 aas, en je knipt in je vingers, dan zijn alle kaarten weer terug veranderd in allemaal verschillende kaarten. Nou, dit is een routine. Mogelijke routine die we ook leren op de video die je erbij krijgt met het Mirage Deck. Wat is een Mirage Deck? Nou, een Mirage Deck is een Svengali Deck. En dan zeg je, waarom heet het dan Mirage Deck? Nou, omdat een Svengali Deck bestaat uit twee sets kaarten. Laten we het zeggen, twee sets kaarten. Voor de mensen die het weten. En er is iets mee gedaan waardoor je de helft niet ziet. Laat ik het even een beetje netjes houden. Maar je kunt niet de kaarten openwaaieren. Nou, een Mirage Deck is exact hetzelfde spel waarmee is iets toegepast waardoor je de kaarten ook kunt openwaaieren. Dus waardoor je het eerlijker kunt laten zien. Dat is eigenlijk het verschil tussen Svengali en Mirage Deck. Nou, bij het Mirage Deck, verkrijgbaar in Bicycle Rood en Blauw, ontvang je een online linkje naar een instructievideo waarop je deze routine leert en de algehele werking van het spel. Een Mirage Deck kost 10 euro. Dus is ook niet duur. Voor een heel nuttig item. Mirage Deck. Ja. Heb jij het? Oh, ja. Ja, ik heb ook iets meegenomen. Kijk. Een puzzel. Oh, het zit er los in. Oké. Okay. Ja, dat is met een puzzel. Pas precies. Ja, een puzzel, ja. Deze even opzij leggen. Mm-hmm. Mooi is, die stukjes mag je even door elkaar husselen. Allemaal, hè? Gewoon mixen? Ja, want hoe jij dat wil. Maar dan maar niet uit, links, rechts, doe. Sorry, dat was niet de bedoeling. Die valspelen. Hoort er niet bij. Oké. Okay, die buiten beeld zelf, ja. We gaan die puzzel eventjes proberen te maken. Wacht even, ik hussel een puzzel en jij maakt hem weer. Ja. Dat is een hele nuttige truc, zou ik. Kijk. Oh ja, mochten jullie het zien aan mijn vinger, dat je net denkt, hé, hij heeft iets speciaals aan zijn vinger. Het wordt niet bij een truc, er zit geen magneet geïmplanteerd. Ik heb hem gewoon flink gesneden met de mesje en dat is niet genezen. Leon heeft ondertussen de puzzel weer gemaakt. Ja. En nu moet ik hem weer door elkaar wisselen, dan ga je hem weer maken, of wat? Nee. Dus met ben ik iets. Heb je misschien toevallig een stukje gevonden? Wat, een stukje gevonden? Een stukje, ja. Wat voor stukje? Puzzel. Hoezo? Mis een stukje. Je mist een stukje? Ja, een, ik heb wel zoiets. De match ja, kleur. Ja, ja. Kijk. Als je die er nou zo tussen doet. Dan past je puzzel niet. Kijk. Hij past. Oké. Wat we gaan doen, we gaan zorgen dat die past. Dan pak je gewoon even twee stukjes. Kijk zo. Hoppakee. Zetten we die hier neer. Die daar. Die hier. Ja, dan gaat die deze kant op. En dan
past hij weer. Kijk. Oké, dit is al, vind ik op zich al vreemd. Dan ga ik jou uitdagen. Ik vind het ook vreemd. Dat wou ik net zeggen. Ik had eigenlijk één stukje gevonden, maar twee. Ja. Dat was de truc. We gaan gewoon een stapje verder. We pakken dit stukje hier. Dan leggen we hier neer. Zo. Dan leggen we dit stukje hier. Schuiven we dit opzij. En de puzzel past weer. Ja, maar wacht even. Dus gewoon logica, maar hij is in ieder geval nu groter. Ja. Want als je stukjes bijlegt, wordt een puzzel groter. Dat zou je zeggen. Nou, sterker nog, dat lijkt me niet meer dan logisch. En de puzzel past netjes in het frame. En deze truc heet Impossible puzzle. Ja, dan weten we ook waarom. Impossible, onmogelijk. Ja. €19,50. Compleet met uitgebreide Nederlandse instructie. Ja, leuk man. Ja. We hebben hem al heel lang, we hebben dat nooit gedaan. Jij doet hem leuk. Ik zou het anders doen, maar het is niks te maken met Nederlandse presentatie. Ik zou de puzzel verschuiven. En dan tot ontdekking komen dat er plotseling, dat je hem opnieuw maakt en je denkt, hè? Nou ontbreekt er in één keer een stukje, hoe kan dat? Dat kan ook. En dan, maar wacht, ik heb nog een stukje erin. En dan gooi je weer door elkaar en dat je weer van, hè? Dan ontbreekt er weer een stukje. Mm-hmm. Maar dat is persoonlijk. Je kan inderdaad een stukje eerst pakken, dan aanpassen of andersom. Dat is gewoon puur om de mogelijkheden aan te geven. Kunnen we ook niet doen. Dat kan ook. Kan ook, want blijf ruimte dingen zitten, dus dat schiet ook niet op. Ja, leuk hoor. Het is gemaakt van een soort foambocht. Het is echt stevig materiaal. Ja. En alles mag onderzocht worden, even voor de duidelijkheid. Ja. Dus het is helemaal onder deze niet. Ja, alle stukjes zijn massief. Even voor de duidelijkheid. Alles mag, voor en na de truc zijn alle blokjes massief. Ja. Ja. Ik vind het zeker een leuk ding. Een aanrader. Dan heb ik hier nog iets. Even laten pakken. Dit is een potje. Mag je rustig zeggen trouwens. Dekseltje. Ik heb ook een dobbelsteen. En het leuke is, die dobbelsteen zal ik hier even zo inzetten. Zo, heel netjes. Zo, kijk, voor alle eerlijkheid. Boven ook een camera. Deze camera ook. Het deksel gaat erop. Bereid je voor, maar wat je nu gaat zien, is ongelooflijk. Want één dobbelsteen gaat veranderen in 8 dobbelstenen. Dobbelstenen. Et voilà. Je kunt gewoon alles controleren. Ja, je mag alles controleren. Ze waren al veranderd, hè? Ja. Mooi. Dit is Dice Bomb. Ook een ding wat we al echt al bijna 20 jaar verkopen. Super gemakkelijk te doen. Ik doe er een extra kleine toevoeging bij, waardoor je hem kunt laten onderzoeken. Niet moeilijk. Leggen we ook uit in de online instructievideo die erbij zit in het Nederlands. Voor elk kind is dit sowieso te doen, de basis. Ja. En als je hem zelf wil doen en je wil, wat ik net al zei, laten onderzoeken, dan zou ik een extraatje aan toevoegen. Is ook niet schokkend moeilijk, maar voor een kind is dat wat lastiger. Maar voor volwassenen of wat dan ook, is dat geen probleem. Iedereen kan het doen. Ja. Ook René kan het. Dus, ja, ik kan het ook. Ik heb al heel lang wat oefenen trouwens. Daarom is deze update ook heel laat opgenomen. Ik heb twee hele morgens. Kunst. Ja, super en leuk. Bedankt. En kost? €7,50. Dat is geen geld. Nee, met video. Ik vind het sowieso een leuk en ding. En dobbelsteentjes. Ja, helemaal compleet. Tutto completo. Ja, nu heb ik ook iets meegenomen. 1, 2, 3, 4 munten, René. Dat klopt. Maar wat je kunt doen is, je kunt als je wil, ja, kun je van van 1 munt, ja, 2 munten maken. Zijn je handen leeg trouwens? Ja. Okay. Of als je zegt van, ik wil er nog eentje hebben, maak je er gewoon nog eentje bij. Als je zegt, ik heb er nog te weinig, dan kun je in principe door blijven gaan. Dus je gaat me vertellen dat als je een munt ergens neerlegt, dat het automatisch meer munt... Ja.
te verschijnen. Dus je dat kunt op zich, vanuit hier. Op zich, vreemd. Zo. En vanuit hier naar daar. Dan weet ik hier neer, zo. Oké. Okay. Nou, wat is die gekke woorden nou? Ja, ik zeg er even bij, ik heb dat niet geoefend of zo. Maar dit is in principe wat je er wel mee kunt doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Er zijn een heleboel munten. Nou ja, dit laten we even zien. Puur voor het idee. Dat wil zeggen, je kan hier hele mooie routines mee. Het heet Coin Multiplication. Mm-hmm. Het zijn ook echt mooie munten. Ja, Morgan Dollar replica's. Ik zal een beetje opruimen vast. Toren. Zo. Morgan Dollar replica munten zijn het. En het is fantastisch gemaakt. Je ziet als je op de website even de demo video kijkt, zie je drie routines. Eén routine waarbij munten verschijnen. Dan ga je van 0 naar 16 munten. Wat we net niet zien is meer even een visueel aspect. Gewoon puur om te laten zien wat er met de set kan. Je kan zelf misschien wel bedenken als je een beetje gevorderd bent wat je krijgt. Je er zijn inderdaad vier sets waar alles in één zit. En het is perfect gemaakt. Je kan matrix doen, je kan ook één set gebruiken. Je kan, je kan dingen weglaten en je gebruikt het gewoon als een coins cross set. Bijna alles kan. Ja. Toch? Kom met een mooie doosje. Ja. Mooi doosje met de video en instructies. Ja. Mooi met doosjes en alles. Ja, allemaal goed verpakt ook. Voor de belachelijk lage prijs. Van 135 euro. Dan denk je, wat, hoeveel? 135? Ga even vergelijkbare sets checken. Dit zijn natuurlijk replicamunten. Maar ga even checken wat een... in principe kun je dit vergelijken qua techniek met de Explosion van Dean Dale. En dan zit je toch gauw ergens tussen de 1000 en 1500 euro. Ja. Het is niet voor niks dat onze eerste sets eigenlijk binnen een dag allemaal op waren. En dat we nu weer nieuw hebben. Dus de Coin Multiplication. Met instructievideo, video's ook bij, uitlegvideo zeg maar. Linkjes. En alle munten. Ja? Ja, is gezellig. Hartstikke goed. Tel even na. Ik heb nog een muntje. Ja? Ja, 50 cent, oké. Zou jij deze munt in één van je handen willen verstoppen? Ik kijk even niet. Zeg maar als ik klaar ben trouwens. Hè? Ja. Ja? Oké. Okay. Je had hem in deze hand kunnen verstoppen. Je had hem ook in deze hand kunnen verstoppen. Dat klopt. Ik weet niet waar je het verstopt hebt. Maar hij zit hier. Dat zei ik. Ha, dank u. Hij zit hier. Oké. Okay. Nog een keer. Heb je gedaan? Ja. Je mag liever de waarheid vertellen. Zit hij in deze hand, ja of nee? Ja. Zit hij in deze hand, ja of nee? Ja. Zit hij niet in deze hand? Ja. Zit hij wel in deze hand? Ja. Ja, makkie, hier. Ja. Super simpel. Oké, okay. Dit, je kan hier heel veel mee. Moet ik laten zien hoe dit werkt? Voor gedeelte? Ik zal het niet laten zien. Dat is jammer, denk ik. Oké. Okay. Maar dus echt als je echt interesse hebt, kijk even op de website. Ja, dus dat verklapt het eigenlijk in principe ook een beetje. Ja, als je filmpje kijkt, zie je al een ding. Nou, ik ga wel een ding laten zien. Anders vertel ik misschien te veel voor mensen die het niet... Ja, dit is Sixth Sense 3 is het. Ik zal het doosje er even bij pakken. Waar het in zit, heb je niet gedaan, maar dan hebben we iets om te laten zien. Je hebt er niks aan. Sixth Sense 2 en Sixth Sense 1 was er een tijd geleden, ook een paar jaar geleden. Dit is Sixth Sense 3. Wat is eraan verbeterd? Het is een... Vaak. De oude versie zat nog in een soort krimpkous. Dit is een compleet gemaakt kastje. Wat dicht is. Je kan het eventueel koppelen aan een app op je telefoon voor nog veel meer mogelijkheden. De afstanden zijn vergroot. Je kan de afstanden nog groter maken. Met behulp van een telefoon. Overigens, als je de app wil gebruiken, kan het alleen met een iPhone, niet met een Android. Maar de app heb je eigenlijk niet nodig als je zelf. Dus als je. Ik gebruik net helemaal geen telefoon. Je kan.
handsfree opereren, als je dat wil met de telefoon. Je kan mouwloos werken. Ik werk trouwens niet met mijn horloge, voor alle duidelijkheid. Dus mochten mensen dat denken. Ja. Je kunt erachter komen welke hand het is, maar je kunt er ook achter komen of het kop of munt is wat naar boven of naar onder ligt. Juist. Dat kun je ook nog vertellen. Dus je kunt zeggen, jij zit in de linkerhand, maar als jij je hand opendraait, omkeert, dan ligt hij met de kop boven. Of met de munt boven, of andersom. Dat hebben we nog even niet gedaan, maar... Nee, daarom. Met zouden kunnen doen, maar te ver zijn we niet gegaan. Wat ik wel belangrijk vind om te vertellen, is dat als je dit koopt, dat je nog een extraatje nodig hebt. En dat is een magnetische munt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Misschien verklaar ik daar eens mee, maar goed. Je kan het filmpje zoeken op YouTube en dan vind je het ook. En die hebben wij in 50 cent, die hebben we in 2 euro, die hebben een halve dollar. Hoe sterker, hoe beter. Deze zijn extra strong en dat merk je ook. Six Sense 3. Ja, het is gewoon heel goed gemaakt. USB oplaadbaar ook. Het is geen batterijen meer. Ja. Dus 3 uur oplaaien. Het is en dan net zo gelukt als de doos. Ja, en 1 keer opladen, zo'n 2-3 uur opladen. En dan kun je dus 6 uur ermee werken. Nou, 6 uur, serieus lang. Toch? Dus niet de hele dag. Ja, daarom. Dit is bijna een werkdag. Nou ja, het ligt gewoon lang gewerkt. Maar als je 6 uur optreedt, dan ben je een grote jongen. Ja, Six Sense. Yuko Shelly. 295 euro. Is een strakke prijs. Check het gerust. Een hele goede prijs. En we hebben er een paar. Ik weet dat we er misschien nog een paar krijgen. Maar echt een paar, dat bedoel ik echt met 2 of 3. Waarom? Omdat ze in principe Yuko Shelly is uitverkocht. En ze worden pas eind augustus, komt er pas een tweede levering beschikbaar. Dus, dat wil zeggen, als je al nog op de website staat, als je de filmpje hebt gezien, want de kans is groot dat ze dan al weg zijn, neem ook contact met ons op. Dan kijken wij wat we voor je kunnen regelen. Six cents. Weet je toevallig ook wat die 50 cent kost? Uit mijn hoofd 29,50. Ja, dat dacht je ook. Dacht ik. Ik dacht, vraag je daar van jou, misschien dat jij je weet. Hè? Ja. Ja, en dan heb ik nog iets. De Sven Again Pads. Yes. We verkopen al, denk ik, 2 jaar. Ja, 2 jaar. De Sven Pads. Oftewel, nou ja, we hebben straks een Mirage deck laten zien. Dat had leuker van Svengali deck. En we verkopen Sven Pads in allerlei soorten. En Sven Pads zijn eigenlijk Svengali Pads. Dit zijn ook Svengali Pads. Maar wat is hier anders aan? Deze zijn reusable. Oftewel, opnieuw te gebruiken. Dit is de boekversie. Dat wil zeggen, je leest het als een boek. We hebben ook de padversie. En dan zit de binding niet aan de lange kant, maar aan de korte kant. Dan heb je een blokje wat je zo blaart. Dat is het enige verschil. Ze kosten 35 euro, dacht ik, in mijn hoofd. 32,50. En waar zit mijn hoofd te geven? 32,50. Per set van 2, dus dat is sowieso een hele strakke prijs. En het voordeel is dat je alles wat je erop schrijft met een permanente marker ook nog gewoon kunt wissen. Ik zal niet zeggen dat je elke optreden moet doen, want het wissen, kunnen we erbij vertellen, gaat met nagellak remover. Dus het is niet zo dat je het even met een doekje even wist. Maar je kan dus, als je voor een opdracht wil ik iets prepareren, en je wil ernaar gebruiken, kan je alle geheime informatie weer wissen en vervangen door iets anders. Of je maakt er één die je nooit uitgewisseld hebt en een ander en dan ruik je welke je nodig hebt. Zijn idee, niet mijn idee. Dat kan, het zou wel kunnen. Het zou kunnen, ja. Maar in principe, al schrijven ze zijn gewoon zo degelijke pads. Ja, vind ik sowieso de prijs al goed. Dus los of ze gaat gebruiken om te wissen of niet, strakke prijs. Pak een stevig doosje. Met een verborgen link. Met een verborgen link, inderdaad. World's First Reusable Svengali Bookset of Svengali Pet Set. 32,50 per paar. Ja, en als je niet weet wat de mogelijkheden zijn, je kan daar dus alles mee forceren wat je wilt. Getallen, namen, steden, kleuren.
alles. Je kan dus het boekje doorbladeren en je zegt, ik heb hier alle steden van de wereld in staan. Parijs, Londen, weet ik veel allemaal. Je geeft de toeschouwer het boekje. Hij mag ergens het boekje openmaken. En jij weet exact waar. Sterker nog, jij zorgt ervoor dat hij die pagina op die plek openmaakt. Dus het zijn forceerpads. Dat is eigenlijk wat het zijn. Aanraden. Dus de originele Sven-pads zijn geen originele. Nou ja, dat wordt allemaal uitgebracht als variaties. Het zijn niet de originele van Bradbury. Maar we raden zo aan dat het gewoon fijne boekjes zijn. That's it. Ik spreek even over ons lijstje. Volgens mij... Hebben we alleen nog een lezing staan? Hebben we alleen een lezing staan. En wel volgende week zondag van niemand minder dan Rich Marotta. Rich Marotta, comedy magician, ook wel op toneel heeft hij een mooier effect. Ik weet dat we jaren geleden, 15 jaar of zoiets, hebben die Appearing Fishbowl production verkocht. Heb ik zelf ook jaren gebruikt trouwens, super grappig. Ik weet niet of je dat hier gaat doen hoor, maar had je zo'n opvouwbaar tasje. Zo'n portemonnee was er meer, zo was het inderdaad. Zag trouwens een portemonnee, en dan maak je klitwand los en dan viel die open. Zo. En dan leek het een boodschappentasje. Dan zei je, ga altijd naar de markt, ga ik altijd vis halen, neem ik altijd geld mee, dan zit het in mijn portemonnee. Oh, ja, als het geen portemonnee is, heb ik ook geen geld. Dan grijp je in een tasje en dan haalt hij daar een complete viskom uit met vissen erin en plantjes en alles. Het water gutst over de rand. Dat heb ik ook jaren gedaan, erg leuk ding. Niet meer op de markt, zover ik weet. Maar dat geeft een beetje aan wat voor dingen dat hij onder andere doet. Zorg dat je erbij bent. Hou je van comedy effecten, toneel effecten. Alleen al van een leuke show, want dat is eigenlijk wat een lezing is. Hè? Voor de mensen die het niet weten. Een lezing is eigenlijk dat in ieder geval een bekende goochelaar of een ervaren goochelaar komt hier naartoe. Die neemt al zijn spullen mee. Laat zijn act zien die hij bedacht heeft of verbeterd heeft of wat dan ook. Dus als een show toont hij dat. En vervolgens, omdat het een besloten bijeenkomst is, legt hij alles helemaal uit. Dus alle geheimen. Vervolgens, als jij dingen wil kopen, dat hoeft niet, als je dingen wil kopen, hebben ze vaak ook nog die spullen bij zich om op te verkopen. En vaak ook voor een hele goede prijs. Omdat je gewoon direct koopt bij de bedenker. En niet met een aantal winkels die er in de keten tussen zitten. En de dus, winkel is ook nog open voor de mensen die hier op de lezing zijn. Ja, de lezing is gewoon, of de winkel is gewoon open. Want het gaat om 2 uur open. De lezing is om 4 uur. Dus je kan gewoon nog 2 uur in de winkel ook terecht. Als je zegt, het lijkt me leuk om eens mee te maken. Doe het een keer. Want ik heb vaker tegen mensen gezegd. Die zeggen, ja, maar een lezing, ik weet niet, ik ben niet zo'n professional. Zegt, dat hoeft ook niet. Kom een keer langs. En de mensen die al eens langs zijn geweest, die zien me dan ook gewoon regelmatig terugkomen. Omdat het gewoon een hele leuke belevenis is. En er zijn ook andere goochelaars, dus ook hobbyisten, dus daar kun je ook contact mee maken. Ja, en het kan, laat ik eindigen daarna, dat samen iets, dat mensen wat gaan eten, samen nog wat gaan drinken hier in het dorp. Het is ook een gezellig iets. Zie het niet als een school, zeg maar het is vooral leuk, leerzaam en ontspannen. Voor de prijs van €20 mag jij erbij zijn. En heb jij een super toffe middag. Inclusief drankje. Inclusief drankje. Volgens mij. Volgens mij hebben we het. Zijn we er. Ja, ik kan er verder niks bedenken. Winkel is trouwens gewoon open. Ik zei straks dat ik zelf niet hier ben. Maar de winkel is gewoon vrijdag en zaterdag normaal geopend. En volgende week ook weer. Dus tot in de winkel of... Tot laten we zien verschijnen of dat je bestelling via online ziet verschijnen of via telefoon of mail. Groetjes en tot de volgende keer. Doei.